after the win against Hubo Limburg United 75-61 here with the head coach of Zorg en Zekerheid Leiden Basketball, Doug Spratley. Coach, your thoughts about today's win? Well, I think it's a big win for us. You know, this is the Belgium Cup champion. They've been on quite a roll. I thought our defense at times was very good, especially in the second half. I felt we increased our intensity, our physicality. And I thought we did a very good job contesting. And I don't know if that's the reason that they shot so poorly. Of course, if they shoot better, it's a different story. But you know, I'm happy with the effort from the players. Just too many turnovers down the stretch. Because before you told me, maybe it's just coincidence, but you kept Oostende and Charleroi and now Limburg to pretty low 3-point percentages. Is that something you're working on, something you're trying to take away? Well, I'd like to say it's all because of us, but no, I mean, I think it's just the flow of the game sometimes. And, you know, I'm sure we're going to have our games where that happens to us. And so we didn't take advantage of it in Oostende, but we were able to take advantage of it today. Coach, there were a lot of fouls on both sides equally, especially in the first half. Would you say it was a very physical game with quite a bit of grabbing and holding? Well, we knew it was going to be that way. You know, we played them 2 times last year as well, and every game was physical. And you know, they're a very disciplined team, and they're very organized defensively. Their coach does a fantastic job with that. And you know, and they're also rotating bodies continually. You know, and they play regularly with 10 guys, so they're always got fresh bodies in there, and they're able to give that little bit of more of the effort or a little bit more physicality. So we knew it was going to be a hard-fought game. I thought they were the aggressors in the second half, and I thought we did a better job, or in the first half, and I thought we did a better job in the second half. Fantastic. Coach, well, you were missing Lucas today, but Martin came back. Of course, he might have been a bit rusty, but he made some shots. To what extent does it help to have one of your point guards back today? Well, I mean, it gives us another option. It's just too bad we had to take one option away to get the other option, but I think the other option should be back next week if everything goes accordingly. You know, I might have left Marty in a little bit too long, but, you know, we can't play 5-on-5 really in practice, so this is the only way I can get him back into shape, a lot of times game shape and game pressure. And I think, you know, at the end of the game, when they really step up, you can't be crossing the ball over in front because they're going to foul you, go for steals. We got to get the ball in the hands. And that's what, if he just lets the ball fly a little bit more, makes that extra pass, I think 3 or 4 of those turnovers don't happen. And yeah, it's a long break to come back and be put under that pressure. But we had a lot of guys in foul trouble, and that's why I thought Marijn did a good job, a real good job. But when he got his fourth foul, I said, okay, I got to have one guy I can bring from the bench in case someone gets that fourth foul. So I think we had 3 or 4 other guys with 4. So that's just a decision I made. I'm glad it worked out. If it hadn't worked out, I would have been second-guessing it pretty much. So all good. Yeah. Thank you, Coach. I was just wondering, because you have an entire week to prepare for your opponent, because you're playing once a week, no European games. Does that mean that you're very well prepared, and also they are very well prepared, that there's just a lot that the teams take away from each other and really need to find their groove, which happened in the second half, but in the first half it was really... And then in the second half you got a lot of nice cuts into the paint. So it's 2 questions in one. One, is it preparation that makes the game so tough? And second of all, were you able to make some adjustments in the halftime? I think overall, all the teams are prepared, whether you have 2 days, 3 days, or 5 days. You can't spend the whole week trying to run the other people's plays because you got to focus on getting yourself better. We're unfortunately in a situation where we can't play 5-on-5 very often, at least last week. Hopefully this week, knock on wood, nothing happens, we'll be able to do that. So we'll be able to concentrate a little bit more on us. Therefore, it was more a little bit specific situation. But we knew some of the systems that they run is very similar to what Oostende is, so we didn't have to really go in depth on some of those. So we tried to go in depth on other things. I thought overall our pick and roll coverage was a little bit better today than it was against Oostende. That's something we worked on, talked about. I thought in the second half it was much, much better. We were more aggressive. And we make a little adjustments. We talk about little things, but at the end of the day, it comes out to, you know, 10 guys fighting against each other on the court, and who has the better hand is normally the winner in these type of games.
Well, today the winner is called Zorgenzekerheid Leiden Basketball, unbeaten in the Golden League at home. Congratulations, Coach Bradley, and see you next Saturday also at home against Liège. Another tough opponent, so every game's tough and it doesn't get easier, but we'll enjoy this one tonight and get back at it on Monday. Zijn hier met de hoofdcoach van Hubo Limburg United, Raymond Westphalen, na de wedstrijd hier tegen Leiden. Coach, uw terugblik op de wedstrijd? Ik denk tot aan het derde kwart dat er geen vuiltje aan de lucht was. 50-50 in Leiden. Ja, daar wil je wel voor gaan. En dan in het vierde kwart vallen wij volledig weg. Het was 25-11 als ik me niet vergis. Heel wat turnovers voor ons. Ik denk een beetje atypisch voor ons. We hadden 9 team assists, 18 turnovers. Meestal is het andersom. Dus ja, daar hebben we toch niet ons spel gespeeld vandaag. En dan verdedigend, ja, op het einde. In plaats van tegen de physicality in te gaan, had ik het gevoel die stap achteruit. En ja, dat vond ik vreemd voor ons team. Maar oké, we hebben dit nu gezien. We hebben er video van. We gaan dat bekijken. En we gaan ons proberen beter te maken weer. Hè. Ja. Coach, jullie hebben een prachtig seizoen in België. Ook de beker gewonnen, hè, 2 weken geleden. Wat maakt jullie team zo goed dit seizoen? Ja, we hebben een diepe kern en als iedereen fit is, hebben we een goede mix van ervaring. We hebben vind ik ook onze imports die doen een job. We hebben een goede mix van jonge en oude Belgen ook. En dat klikt wel. Oké, vandaag was dat niet zo zichtbaar, vond ik persoonlijk. Maar oké, goed, dat kan wel eens gebeuren. Maar nee, we hebben een goede team chemistry. Alles hangt goed samen we willen ook wel winnen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we nu al een bepaald resultaat gezet hebben. Het enige dat ik misschien wel merkte vandaag en ook een beetje vorige week is van dat we nog wel hongerig zijn. Maar misschien moeten we daar terug aan werken om toch hongeriger te worden terug. Ja, dat gevoel had ik een beetje vandaag in het vierde kwart. Van oei, we geven het op. En dat vond ik niet zo passen bij ons. Puur speculatie, maar zou dat dan toch kunnen zijn omdat jullie al die mooie grote prijs al binnen hebben? Bedoelt u dat? Dat een beetje de druk eraf is en het nu 99% is in plaats van 100%? Of is dat te ver gezocht? Dat zou kunnen, maar ik zou dan een heel, heel jammer excuus vinden. Omdat dit is 2 weken geleden, dit is al voorbij. Ik heb dat gehaald, goed, fijn, top, maar nu gaan we verder. We hebben een nieuwe competitie, we staan mee bovenaan, we kunnen meedoen all the way. We kunnen nog voor iets spelen. Hè? Dus je moet hongerig blijven. Ik denk dat we daar eens goed over moeten samenzitten. Dus een gesprek hebben en een paar zaken duidelijk maken. Coach, eerste keer in deze nieuwe arena hier in Leiden. Wat was de eerste indruk zo vanavond? Ik ben eigenlijk 2 weken geleden al hier geweest. Ben ik Charleroi komen kijken voor de beker. Nee, mooie arena. Dus, alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, de oude hal, de 5 mei hal. Qua gezelligheid, qua sfeer was toch... Was toch van een iets ander niveau als dit. Ik weet, oké, vandaag beginnen ze ook te zingen en ze beginnen de ploeg op sleeptouw te nemen. En die sfeer leeft hier wel goed. Maar als dat in de 5 mei al gebeurde, was het aan het donderen. Dus nee, dit is een heel mooie faciliteit. Iets om jaloers op te zijn. Iets wat wij niet hebben. Nee, knap. Echt mooi. We hebben elkaar ook in Istanbul gesproken, waar u assistentcoach bent van de Belgian Lions. Hè? Toernooi, dat pre-Olympisch toernooi. Ook nu nog steeds betrokken, hè, bij de ploeg. Hele goede window gehad, hè, een paar weken geleden. 2-0, onder andere thuis gewonnen van Spanje. Ja. Hoe kijkt u terug op die eerste 2 wedstrijden voor de Eurobasket 25? Ja, dat was een schitterende campagne. Hè. Je moet denken, we zijn maandag, op die maandag hadden wij pas verzameld. We hadden dan 3 dagen om Slowakije voor te bereiden. Ook al een beetje de basis te leggen voor Spanje. Als je dan in Slowakije kunt winnen, die ook hun nieuwe arena tonen aan het publiek. Dat was al 1 ding. En dan tegen Spanje, ja, tegen zo'n grootmacht heb je weinig te verliezen. En dan zag je dat wij als team daar toch wel als een defensief blok stonden. En we geloofden erin. Iets wat onze headcoach daar heel goed ingestoken had. En ja, een prachtige win in een vol huis in Charleroi. Dat was waanzinnig natuurlijk, ja. België eigenlijk al een vaste waarde, hè? Een aantal keren nu op Eurobasket. Ook een mooie talenten ook, hè? NBA zelfs, college. Zit ook, Nederland heeft ook een mooie jonge generatie in Amerika zitten. Maar het ziet er goed uit voor België, hè? Met de jonge talenten.
Ja, bij België ziet het er zeker goed uit, maar ik denk bij Nederland ook bijvoorbeeld. Ik vind, nogmaals, jullie hebben nu de Windhoek gespeeld. En tegen Griekenland was toch ook close. En dan moeten jullie nog denken wat jullie nog allemaal aan spelers missen door het college-verhaal. Dus ik heb dat in de zomer gezien toen we in Turkije tegen elkaar gespeeld hadden voor die pre-Olympic qualifiers. Ik denk dat zowel België als Nederland qua nationaal ploegen er heel sterk uitzien voor de toekomst. En dat gaat wel eens leuk worden, denk ik. Ja. Zeker vast, coach. Een goede reis terug naar Hasselt. Mooi om jullie hier te zien in de Gouden Groep. En een heel goed vervolg gewenst. En nogmaals, vanuit de proficiat met het winnen van de beker in België. Prima, dank u wel. Tot ziens. Hier met de Centrum van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal, Roeland Schafsenaar. Vandaag 10 punten in de winst tegen Limburg United. Roeland, hoe kijk je terug op deze fysieke wedstrijd? Het was een beetje rommelig, denk ik. Wel fysiek van beide kanten. Fijn voor ons om deze toch te kunnen winnen. We hebben geen breed team en we missen Lucas Kruijter vandaag. Dus voor ons gewoon het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Je zei net, voordat we begonnen tegen mij, ik vind het niet zo erg als het fysiek is. Je bleef grotendeels rustig. Hè? Je blijft nog steeds je tijd nemen, ondanks dat er heel veel tegen je aangeduwd wordt. Je kiest goed je moment, lijkt het dan voor ons. Hè? Is dat gewoon omdat je het gewend bent of omdat je het fijn vindt? Ja, klappen vangen vind ik niet per se fijn of zo. Maar je weet dat het een fysieke wedstrijd gaat worden. Onze wedstrijden met Limburg zijn altijd heel fysiek. Dus dat weet je van tevoren. Ik denk dat wij er wel goed mee omgegaan zijn vandaag. En behalve wat turnovers in het vierde kwart, dat we best wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. Ja, absoluut. Wat me zo opvalt, we hadden het op de stream een beetje over dat. Ik zei het net ook al kort, het lijkt of dat jij... Qua tempo, jij bepaalt zelf het tempo ook van je aanval. Als je de bal hebt, je laat je niet gek maken, lijkt het. Hè? Je kiest je eigen positie, je eigen moment. Ja, hoe doe je dat? Of is dat gewoon iets wat je in je hebt? Of heb je dat geleerd van... You don't rush it, zeg maar. Hè? Je overhaast niet. Ja, ik denk dat met leeftijd en ervaring je dat wel een beetje leert. Ik weet dat ik niet op snelheid voorbij mensen zal gaan. Dus ik kan de tijd nemen en kijken wat er gebeurt. En dan hopelijk mijn voordeel pakken. Mooi zo. Roeland... Ja, wat is zo je eerste indruk? Jullie hebben nu 3 wedstrijden gespeeld in de Gold League, allemaal tegen Belgische ploegen. Hoe bevalt het om steeds op dit niveau en steeds tegen buitenlandse teams te spelen? Ja, goed. Ik denk dat het nog steeds leuk is voor de Nederlandse teams en ook voor de Belgische teams om tegen elkaar te spelen. Volgens mij gaat het volgend jaar ook gewoon door. Dus ik denk dat het goed is voor beide. Tegen nieuwe tegenstanders, sterke teams. Ja, ik denk dat het goed is voor iedereen. Roeland, om af te sluiten, je zei net even kort tegen mij van, hè, we hebben steeds een blessure, nu komt gelukkig Maarten weer terug, Lucas binnenkort weer. Ja, hoe lastig is dat, zeker ook op de trainingen, hoe beperkt ben je dan? Ja, dat is lastig. We hebben wat jonge jongens die gelukkig wel meedoen op de trainingen, dus we kunnen meestal wel 50-5 spelen. Maar het is gewoon lastig als je 6-7 spelers hebt die normaal in het eerste team spelen. Dat is lastig, maar we moeten daar het beste van maken. En andere teams hebben dat ook wel eens. Dus we maken er gewoon het beste van. Dat is vanavond heel goed gelukt. Ongeslagen nog in de thuiswedstrijden in de Gouden Groep. Toch weer een hele mooie overwinning tegen Limburg. Dank voor je tijd, Roeland. Dank je wel.